Ja, nu in deze vierde serie dan de dame die het vorige Nederlandse record 13 jaar op haar naam had staan. Anna van Droffelaars, ze heeft in baan 4 en keert als tweede op 50 meter. 33,75 is dan de keertijd van Van Droffelaars. Van de Palmans, 33,62, daar dan dus de eerste keertijd. Ik zei het al, Anna van Droffelaar, vorig jaar dus de zilveren medaille. Nu ze finisht in de tijd van 2.27.69. Nu dan de PR van Van Droffelaar is 2.25.99. Dat stond zij op juli van dit jaar, 2 juli. 100 meter in ieder geval nu Anna van Droffelaar nog steeds in de tweede positie. 1.11.90, 900 van een seconde daarvoor aan de Palmans in 1.11.81 dus. Op dit moment is de grens voor een finale plek 2.41.11. Dan moeten ze dat overkomen en dat lukt Droffelaar en Palmans naar alle waarschijnlijkheid wel. 150 meter keert hier nu Anna van Droffelaar als eerste in de tijd van 1.15.48. En de tweede keer tijd voor Anna Palmans op 1.51.22. Robin Goossens in baan 3 in de derde positie in 1.52.67. De vierde positie is Kim Vos 1.57.23. Ze zit wel een seconde of 5 zo tussen de tweede en derde positie in deze vierde serie. Van Droffelaar aan de leiding op naar de muur en Anne Palmans in tweede positie. Komt nog wel wat dichterbij Van Droffelaar, maar Van Droffelaar heeft de voorsprong. Bij de aantik is Anna Van Droffelaar als eerste in 2.30.37. Tweede Anne Palmans in 2.30.64 en de derde aantik voor Robin Goossens in 2.33.16. In 2.33.16 is een mooi persoonlijk record van een ruime seconde voor Goossens. Alle drie deze tijden die zijn ook vooralsnog goed voor een top 8 notering. De tijden zijn officieel van deze vierde serie. Dat betekent dat we verder gaan met serie 5, de snelste serie bij de jeugd.